Goedenavond, mijn naam is Luc Sala en dit is Mister Media. Maar om te beginnen een punt wat me na aan het hart gaat. En dat is A2000. A2000 is de Amsterdamse kabelonderneming die zorgt dat u uw televisiesignaal thuis krijgt. Meer dan een jaar geleden heb ik me er druk over gemaakt dat Amsterdam het Amsterdamse kabelnet niet aan A2000 moest verkopen. Het heette toen KTA. En het heeft 693 miljoen opgebracht voor de stad toen ze dit wel verkochten. Dat leek toen een verschrikkelijk mooie deal, maar ondertussen is duidelijk geworden dat we met het uit handen geven van het kabelnet eigenlijk onze digitale geboorterechten, alle mogelijkheden om invloed te hebben op de toekomst van dat kabelnet, de interactieve diensten, internet via de kabel, eigenlijk uit handen hebben gegeven. En niet alleen dat. In de loop van het jaar bleek ook dat onze zeggenschap, dat wil zeggen de zeggenschap van de gemeenteraad, van de Amsterdammer, van de Amsterdamse programmaraad over dat kabelnet, maar erg beperkt was. In de contracten was dat allemaal vrij slordig geregeld. Het kwam er eigenlijk op neer dat als A2000 een dwingende economische reden had, dan gooiden ze gewoon Sport 7 wel op het net of onder een pluspakket en eigenlijk deden ze wat ze wilden. Dat kun je hun niet verwijten, want zij hadden het gekocht en daar contracten over afgesloten. Maar wat er gebeurt er een jaar later, na het debakel met Sport 7, op zich een schandaal, een soort regelarij tussen een paar grote mediabazen die eigenlijk bijzonder dom ernaast gekleund hebben, zit Philips nu met haar kabelondernemingen, met de naam A2000, en het gaat niet alleen om Amsterdam, maar onder andere ook Hilversum. Philips zit daar een beetje mee in haar maag en heeft geluiden laten horen dat ze het wel weer kwijt willen. Nou, dat is een interessante situatie, want wat gaat er nu gebeuren? Het kabelnet komt op een of andere manier weer in de verkoop. Philips gaat het aanbieden. En daar is de kans voor Amsterdam om te zeggen, laten we dat kabelnet weer eens terugkopen. Natuurlijk, tegen een forse korting. Philips heeft met het kabelnet niet kunnen doen wat ze wilden. Ze hadden gehoopt via het pluspakket en dat Sport 7 tienduizenden, honderdduizenden mensen aan een decoderkastje te krijgen en op die manier extra geld te gaan verdienen, 20 gulden per maand. Dat is niet gelukt. En daarmee is dat kabelnet een stuk minder waard. Ook de prachtige plannen om telefonie over de kabel te gaan doen, en dat was toch het grote idee. En ik heb vorig jaar al gezegd, nou dat zal wel meevallen, want het is eigenlijk onzin om een tweede telefonienet te gaan leggen als er al een net ligt. Zorg gewoon dat daar waar geld verdiend wordt, dus aan de interlokale verbindingen, dat daar concurrentie komt, maar dat kabeltje naar die woning toe, daar hoef je niet zo vreselijk veel aan te doen. In ieder geval, ook die telefonieplannen die zijn op de lange baan geschoven. Dat zou nog jaren kunnen duren en vraagt hele grote investeringen en dat wil Philips dus niet. Maar waarschijnlijk niemand. Daarmee is het kabelnet eigenlijk in de uitverkoop. Ik denk dat de bedrijven Philips en US West die dat samen doen, dat kabelnet nu voor zeg maar een paar honderd miljoen wel weer kwijt willen. Daar zullen ze wel over piepen dat het wel zinnig veel geld gekost heeft, maar dat is hun risico geweest. Zij hebben het niet slim aangepakt en hier wordt dus gewoon erg veel geld verloren voor Philips. Maar dat is ten voordele van Amsterdam als ze het zouden terugkopen. Nu zullen de Amsterdamse gemeenteraadsleden en de wethouders en zo wel zeggen, ja, maar waarom zouden we nog een paar honderd of misschien 300-400 miljoen gulden gaan betalen voor een net? We willen dat niet, we kunnen dat niet. Ja, maar wat is het gevaar? Dezelfde argumenten van vorig jaar gelden nog steeds. En erger, als dit net nu in handen komt van Kiers of Murdoch of welke internationale organisatie dan ook, welk Hongkong bedrijf wat gewoon geld over heeft voor kabelnetten, dan hebben we helemaal geen controle. We zouden kunnen zeggen dat er toch een soort gentleman's agreement was met Philips. Dat is een redelijk net bedrijf. Die stoppen er niet al te veel onzin op. Die denken in een beetje in dezelfde sfeer zoals de gemiddelde Amsterdammer. Maar denkt iemand uit Hongkong, een Chinese eigenaar, een speculant, er ook zo over? Of wil die gewoon het net uitbaten en erop zetten wat hem goed lukt? En omdat het verkopen van het net nu aan weer een ander zou betekenen dat die eerdere afspraken met de Amsterdamse programmaraad en zo een beetje moeilijk overdraagbaar zijn, verwatert dat weer. En zou Amsterdam nog minder te zeggen krijgen over het televisieaanbod. Ik denk dus dat het tijd is dat Amsterdam gewoon het net gaat terugkopen.
de argumenten die toen gebruikt werden van wij kunnen dat niet aan. En kijk, is Philips heeft het ook niet gekund. Waarom zou de gemeente Amsterdam, die toch al zijn moeite heeft om bijvoorbeeld het gemeentelijk vervoerbedrijf en de sociale dienst een klein beetje georganiseerd te houden, waarom zouden we dat dan wel kunnen? Ja, ik vind dat een beetje stupide dat een bedrijf, want dat is Amsterdam toch, met miljarden omzet, zo'n onderneming niet aan zou kunnen. Het gaat om een paar honderd mensen, heel stabiel, 50, 70 miljoen omzet. Waarom zouden ze dat niet kunnen? Maar goed, zelfs als ze dat niet willen, dan weet ik zeker dat bijvoorbeeld Kazema, een andere kabelexploitant, tegen een vergoeding natuurlijk, dat kabelnet best wil exploiteren en dat er dan voor Amsterdam voldoende overblijft om de rente van de aankoopsom weer te betalen. Want daar praten we toch over. Je praat over een 70 miljoen, misschien tegenwoordig een 100 miljoen omzet met wat extra dingen, wat internet erbij. Daar zit een winst in van zeg maar 50 tot 60 miljoen. En dat zou voldoende zijn om bijvoorbeeld een prijs van 2, 3, misschien 400 miljoen op tafel te leggen. Die 700 miljoen is veel te veel, dat is het niet meer waard. Maar met een discount op die prijs zou Amsterdam een hele leuke deal gemaakt hebben. Dan zouden ze zeg maar 300, 400 miljoen hebben kunnen besparen, verdiend hebben in anderhalf jaar tijd, het net terug en het desnoods zelf exploiteren of overdragen aan een organisatie zoals Kazema die dat op een hele redelijke manier kan doen. Als we een beetje de hype verhalen rond die kabelnetten weghalen, dan is het gewoon een normale business waarbij een normale technische vooruitgang, tweewegsystemen, het verbeteren van het kabelnet, de kwaliteit verbeteren en langzaam groeien naar interactieve diensten een goede stap is. En vooral een stap waarbij Amsterdam de zeggenschap zou houden over dat kabelnet. Waarbij we zelf dingen als, noem maar wat, interactieve diensten, internet, geleidelijk kunnen invoeren. Niet volgend jaar allemaal in het internet, daar is geen vraag naar. Niet allemaal morgen een kabelkastje op de televisie, want het blijkt dat niemand dat wil voor die prijs. Rust eraan dus. Computerinfo. Informatie over wat er gebeurt in de computerindustrie. Presentatie, Luc Sala. Ja, staan we op de PC Dump dag en daar zijn allerlei mensen die software verkopen. Dit is Software Flevoland en die heeft zich gespecialiseerd in? In uitgeven en ontwikkelen en uitgeven van Nederlandstalige educatieve software. Is dat voor scholen of is dat voor mensen om zelf wat te leren? Beide. De pakketten worden zodanig ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor schoolgebruik, maar ook voor thuisgebruik. Geef eens een idee. Moet ik daar denken van 6-jarigen of 20-jarigen? Vanaf ongeveer 6-7-jarigen tot een jaar of 18-19. En de doelgroep is zeg maar, het basisonderwijs en vervolgens het voortgezet onderwijs. Dus dat is MAVO, HAVO, VWO. Rekenen, spellen, aardrijkskunde, dat soort dingen? Zulke dingen, ja. Nederlands, Frans, Duits, Engels, topografie, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Nou, ga zo maar door. En dat is een markt die je via dit soort beurzen bereikt of kopen scholen ook direct bij jou? Ja, ze kopen rechtstreeks kopen de scholen bij ons. Ons materiaal is met name voor de particulieren is het al beschikbaar in de boekhandel. De boekhandels hebben het meestal in voorraad. En hebben ze het niet in voorraad, kunnen ze het bestellen bij het Centraal Boekhuis. Alles heeft ook uiteraard een ISBN-nummer. Wat voor prijzen praten we voor dit soort programmatuur? De meeste programma's zijn vanaf 24,95. Dus dat is niet een... Daar ga je niet echt dood aan, zou ik maar zeggen. In principe niet, nee. Maar dat komt ook bij ons. Gaan er tientallen pakketten per dag de deur uit. En dan kan het ook voor die prijs. En jullie ontwikkelen dat zelf? Het meeste laten we ontwikkelen. Maar wel in Nederland? Uiteraard in Nederland, ja. Want het moet uiteraard Nederlandstalig zijn. Ja. Gaat het nou om software die onder Windows draait of is dit nog DOS-software?
We zijn destijds begonnen om alles te ontwikkelen en te laten ontwikkelen onder DOS. En vanaf 1 januari 96 hebben we niks meer ontwikkeld onder DOS, maar onder de Windows. En vanaf volgend voorjaar hebben we geen DOS-applicaties meer. Dan is het inderdaad allemaal Windows geworden. Heb je nou het gevoel dat heel veel scholen dat computeronderwijs langzamerhand een beetje als normale zaak beschouwen? Het begint heel langzaam te komen. Wat ons betreft mag het veel sneller. He, ook bij spreken een CD-ROM mogen ze wat ons betreft aanschaffen. Maar dat gaat eigenlijk een beetje te langzaam. Het zou wat jullie betreft makkelijker zijn als je de software op CD-ROM kon aanleveren? Graag zelfs, graag. Dat is voor ons veel makkelijker. En productietechnisch is het makkelijker. Je kunt de programma's groter laten... Meer plaatjes en zo? Kan ook natuurlijk, dat doen we op dit moment wel. Maar je bent nog beperkt aan een x-aantal diskettes per programma. Dus wat je eigenlijk zegt is dat de Nederlandse scholen nog een beetje verouderd park hebben staan. Wat staat daar nou? Zijn het allemaal 386 nog? Nou, het is wel 3486 zijn hier en daar een Pentium. Maar wat, als aan mij lag, zou ik zeggen, elke computer moet daar tenminste een CD-ROM-speler hebben. En dan kunnen wij ook zeggen, van nou, alles op CD-ROM uitgeven. Hoe komt dat nou? Is de overheid niet actief genoeg om dat park, want een paar jaar geleden zijn er grote aantallen aangeschaft. Dat heette toen de onderwijscomputer, waarvan iedereen toen al zei, was verouderd op het moment dat hij werd aangeschaft. Ja, in feite is het wel. Het is gewoon in feite ook een financiële kwestie. Laat ze er maar flink wat geld in pompen. Dat iedereen toch die bewuste CD-ROM kan spelen, kan aanschaffen. De meeste scholen zullen wel 1 of 2 CD-ROM-spelers hebben. Maar iedereen zou hebben? Iedereen. Ze moeten in feite op elke machine, als een school 20 of 30 machines hebben, moet overal zo'n ding in zitten. Krijgt u nou als ontwikkelaar van dit soort software steun van de overheid? Nee. Wij zijn een zelfstandige onderneming, een VOF, en we doen alles zelfstandig. En dat wil je ook graag zo houden, of niet? Eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja. Dit was Software Flevoland met educatieve software op de PCDumdag. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. PC Dumdag. Heel veel nieuwe spullen, maar ook hele oude spullen. We staan hier bij Heesemans. U komt uit Amsterdam. Ja. En u staat op de PC Dumdag. En wat verkoopt u? Ik specialiseer me in alles wat IBM is. Specifiek IBM. Het merk dus. En oude spullen, nieuwe spullen, want we zien hier ook heel veel. Alles gebruikt, ook nieuw. Alles. Ik heb in wezen een groothandel. En ja, op de PC Dumdag, dan doe je vaak inruilers, gebruikt spul naar de particulier toe. Hè? Want IBM is altijd een beetje eigenwijs geweest, dat kunnen we toch wel zeggen? Precies, en dat is mijn meerwaarde. Dus dat je verstand hebt van het item. En, om eens een voorbeeld te noemen, ze gebruikten niet wat we vroeger de AT-bus noemden. Ze hadden toen een eigen MCA-bus, hè? Microchannel, ja. En dat is op zich een heel goed, maar miskend systeem. Het is een beetje uit? Ja, ik denk dat de slag inmiddels een klein beetje verloren is. En dan heeft u dus een business in het nog leveren van kaartjes, geheugenuitbreidingen, allerlei spul. Met name voor die MCA-bus. Maar IBM zelf levert dat dan nog wel of niet? Het is te leveren, maar onbetaalbaar. Een voorbeeld, een kaartje wat ik hier voor 200 gulden verkoop, dat kost nog steeds 7500 gulden bij IBM. En dan vrees ik nog dat ex-BTW is ook. Dus. Hoe komt dat nou dat IBM, die aan de ene kant toch heel met zijn Optiva's en zo heel actief de markt is gegaan van de thuiscomputers, voor wat betreft dit soort spullen zo duur blijft? Ja, toen de tijd was de markt gericht, tenminste de IBM-benadering was het professionele segment. En nou ja, de markt in mijn geval is, er komen erg veel machines terug uit de lease, buiten het bedrijfsleven. Die gaan naar het personeel toe voor een zacht prijsje. En dan komt Jan Publiek aan de beurt, want die schrikt zich dood als hij dan ziet wat op zo'n moment die originele IBM-accessoires allemaal kosten. En uw bedrijf heet Heesemans Computers en het telefoonnummer even? Sinds kort Blue Parts Heesemans. En Blue vanwege de naam IBM natuurlijk. En omdat ik in de gouden gidsen sta, dat... De B komt lekker goed. Nou ja, inderdaad, daar zit ook wel wat in. En uw telefoonnummer in Amsterdam is? 020-694-3505. Dus als u een IBM computer heeft, een beetje ouder en u wil er nog wat bij hebben, op de PC Dumdag of bij Blue Parts Heesemans. Nou, wat vindt u van zo'n Dumdag? Is altijd leuk, ik sla het nooit over. Al een heleboel jaren neem ik aan. Zeker een jaar of 3. Nou, langer. Ik denk wel 5 eerder. Ja. Het is een soort volksvermaak aan het worden, of niet? Een plek waar mensen heel vaak naartoe gaan. Ja, het was vroeger denk ik een beetje leuker. Er is steeds meer nieuw spul. En de avonturiers die zijn ook moeilijk meer te vinden onder het publiek. Hè? Vroeger was hardware ook zonder meer onbetaalbaar. Dan moest je echt zoeken. Dan was iemand blij als hij een kaartje kon scoren voor 100 gulden. Wat zomaar even 1000 piek kostte. Hè? Ja, de verhouding nieuw en gebruikt,
ja, die verhouding, het verschil is niet zo groot meer. U heeft nog een hoekje van de markt gevonden, hè? Specialiseer, ja. Ik leef puur van, noem het maar even de incompatibiliteit, hè? Oké, meneer Heesemans, dank u wel. Ja, en op de PC Dumdag ook nog de Amiga. Bijna vergeten door het grote publiek, maar voor de mensen die werken met video, en met name dus de mensen die monteren met video, die titelapparatuur willen hebben, is de Amiga nog steeds de ideale machine. Met name omdat er een uitgangssignaal uit de video, uit de Amiga komt, wat je direct de video in kunt stoppen. Een machine die dus niet meer normaal in de handel is, maar waarbij op dagen als deze PC Dum dagen en de HCC dagen nog wel spullen voor te krijgen zijn. Waaronder heel veel software. Industriële archeologie, maar dan van spullen die nog maar een paar jaar oud zijn. Ja, en dat is dus lekker rondsnuffelen op zo'n PC-dumdag. Zoeken naar geheugen, leuke stukjes software. Want er was heel veel software, heel goedkope software. Misschien ergens op een achterafstandje zo'n cd'tje van de PTT. Met PC Phone, met alle nieuwe telefoonnummers voor 25 gulden. Het is illegaal, maar als je goed zorgt en een beetje de mensen aankijkt. Verder natuurlijk erg veel gebruikte spullen. Winkeldochters van grote bedrijven. En dat loopt van printers, scanners, harddisks. Maar vooral ook de vreemdere dingen, de vreemde monitoren. De stukjes hardware die je nog nodig hebt. Een rare joystick. En veel, veel bijzondere software. Multimedia CD-ROMs. Bijna alles staat tegenwoordig op CD-ROMs. Maar er is nog wel degelijk ook public domain software. En dan dingen als kabeltjes. Je zult maar verlegen zitten om die verlengkabel van je muis. Om een extra kabeltje naar je monitor. Een verdubbelaar, zodat je twee monitoren kunt gebruiken. Op zo'n PC-dumdag kun je gewoon lekker snuffelen. En we kijken nog even rond. Zag u ze? Titels als Quake en Red Alert, de hits van dit seizoen, waar vast mensen heel gezellig mee gaan spelen in de donkere dagen rond Kerstmis. En de zip drives, ondertussen een heel populair artikel. Je komt ze overal tegen, de Jazz en de Zip. 100 megabyte, 1 gigabyte. Lekker makkelijk meenemen, opslagmateriaal. Vooral voor de mensen die veel met multimedia werken. Maar ook natuurlijk weer erg veel, gewoon oud spul. Monitoren die een paar jaar oud zijn. En waar je gewoon goedkoop eentje mee van kunt meenemen.
software voor een paar tientjes of minder. Ja, hallo. Prachtig allemaal in het pak. Wat is dit? Wij zijn verkopen computers. Wij trachten het hier op de dumpdag te doen. En dat doen jullie met een promotieteam, zo te zien? Wij hebben een WAC promotieteam. Dat bestaat uit Tim, Sander, Ingrid, Feike, Fleur, Renate en Diane. En wat verkoopt WAC? Nou, WAC verkoopt voornamelijk eigenlijk netwerkproducten, nieuwe PC's en supplies, software. En daarnaast proberen we op een dumpdag tweedehands materialen te verkopen. Alles wat ingeruild is en wat we voor de handel kunnen kopen. Proberen we op een dumpdag dat te verkopen. Dus normaal gesproken hebben jullie ook een winkel waar je keurig nette spullen verkoopt. En een hele mooie winkel in Lissen. Op de Kanaalstraat een hele mooie winkelstraat in een heel mooi bolle dorpje. En nu proberen we dus eigenlijk alle ingeruilde artikelen proberen we hier op deze manier te verkopen. Gaan jullie ook in de stad uit met z'n allen vanavond? Nou, waarschijnlijk zal dat wel lukken, ja, denk ik. We gaan even werken feest vieren, want we hebben een hele goede omzet gedraaid. We hebben een perfecte beurs gehad, dus dat is heel goed gedaan. Het WAC promotieteam op de PCDM-dag. Precies. Allerlei soorten software. Ook hier weer iemand die public domain software doet. Wat is dat idee van public domain software? Public domain software is gratis, maar shareware dat is nog te betalen. Shareware is vaak beperkt tot software. Waar auteursrechten nog natuurlijk steeds bestaan. Bedoeling is dat als je shareware programma aanschaft, dat je daarna registreert. De registratie kost geld. Meestal doe je dat in de Verenigde Staten, hoewel het blijkt dat nog steeds meer Nederlandse auteurs voorkomen. Er zijn ook Nederlandse shareware auteurs tegenwoordig. Ja. Dat loopt. En het idee is dat je dan 25 gulden of zo overmaakt en dat je van die mensen dan een handleiding krijgt? Onder andere. Vaak het is voor de auteur zelf te bepalen. Vaak is het een nieuwe versie. Of een uitgebreidere versie met meer plugins. Of een handleiding erbij. Ja, dat is een user support. Telefonisch helpdesk. Ja, er zijn heel veel verschillende dingen. We staan hier op de PCDM-dag. Maar blijft er nou vraag naar nieuwe extra programmaatjes? Jazeker. Ja. De mensen zijn niet klaar met hun computer? Nee, zeker niet. Nee, dat gaat door. Het gaat door. Want wat ik hier zo zie is fotografie. Photosoft, Quick Edit, PCX-achtergronden maken, screensavers, PC-boekhouding, eigenlijk van alles wat, hè? Ja. Vooral nu gaan we de grafische kant op, dat is duidelijk. Men wil veel meer met de computer en ze willen vooral veel grafische plaatjes toevoegen in multimedia producties en desktop publishing applicaties en dat soort dingen. Ook al veel internet, HTML maken? Ja, zeker. Ja, dat is heel erg populair. Internet is echt op de tour nu. Je verkoopt dit nog steeds op floppies, hè? Is dat langzamerhand niet verouderd aan het raken? Nou, men zegt dat wel, maar het probleem met de CD-ROM-handel is dat een CD-ROM is nooit up-to-date, hè? Niet helemaal. Er zit altijd een procestijd op een CD-ROM, dus daar zit je altijd 3-4 weken achter. En als je loopt altijd achter de markt aan een beetje? Ja, zeker. En met programmatuur waar wij goed aan moeten denken is antivirus software. Kijk, daar kun je niet 4 weken achterlopen met antivirus software bijvoorbeeld. En dat doe je dan op een floppy en dat werkt. Nu vragen jullie niet zo vreselijk veel geld voor die floppies. Hè? Ik zie je prijzen van 7,5 gulden, 15 gulden voor een floppy. Twee floppies, 15 gulden. Spelletjes, 5 gulden per stuk. Dus varieert. Hoeveel van dit soort beurzen loop jij nou af per jaar? Nou, wij doen meer tussen de 4 en 6 beurzen per weekend. Dus... Elke week. 4 verschillende plekken in het land sta je met deze handel. Ja, per weekend, ja. Hoe komt dat zo'n enorm groot is? Zijn er zoveel computergebruikers of is dit gewoon een uitje op de zaterdag voor de mensen? Ik denk het wel, ja. Ik denk Jansen daar wel van geniet op een zaterdagmiddag om even naar een computerbeurs te gaan. Maar het is overal in Nederland, België, Duitsland, vooral ons dichte buren, dat zie je wel, ja.
Oké. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en dan zo tegen het einde van de beurs zijn er nog wat koopjes te halen, wat mensen die de laatste restjes wegdoen. Maar zo tegen vieren is ook de PC-dump aan zijn einde. En dan even een klein stukje Las Vegas van de laatste Comdex. Even een klein stukje glitter uit de hoofdstad van het gokken. En wie zien we daar? Is dat niet Elvis? Leeft Elvis nog? Nee. No, not much. Yeah. Can't you see what you're doing to me? Nou, dat lijkt me toch niet de echte Elvis. Hij doet zijn best, maar erg overtuigend is het niet.